bijzondere is in onze branche, dat is dat er niet veel opleidingen zijn zoals wij hier met elkaar verzorgen. Dat betekent ook dat je elkaar heel hard nodig hebt. En dan is het mooi dat er zoiets bestaat als de Maritieme Academie in Holland. En dan is het ook goed om zo bij elkaar te zijn. En ik wens ons allemaal een hele mooie en ook leerzame dag. En ik geef graag het woord aan Leo. Dankjewel, Dirk. Ja, nogmaals, welkom. Dank voor de gastvrijheid op, ik noem maar even, onze locatie Urk. Een van de 9 locaties voor onze tweede dag van de Maritieme Docent. Vorig jaar hebben we dat in Harlingen gedaan. Ik zie de opening van de nieuwe binnenvaart simulator. Vandaag de gast op Urk. En ik wil graag het woord aan Marjolein geven. Bedankt voor de uitnodiging. Ik was van zomer met mijn dochters hier op Urk. En ik vind het leuk om hier nu professioneel te zijn. En het is me waar genoegen om iets te mogen vertellen over het werk wat we bij de Universiteit voor Veiligheid doen. En met het idee dat dat nuttig zou kunnen zijn voor deze dag. En ik hoop dat ook het geval is. Er is aan het eind tijd voor vragen, maar mochten jullie tussendoor vragen hebben, aarzel niet om het te stellen. Ik zal mijn best doen om ze te beantwoorden. Hebben we de rapportage ongevallen scheepvaart, waarin wij al onze ongevallen bundelen. En waarin we hebben ook een sectie leer- en speerpunten, maar ook met een voorwoord proberen wij die bredere lessen wat nadrukkelijker voor het voetlicht te brengen. Ik heb ook een stapeltje van de meest recente meegenomen, dus als jullie, en daar willen we ook graag feedback op, want we zijn hier nog niet zo lang mee bezig, we doen het voor luchtvaart al wel langer. Of dit nou een nuttige vorm is van communiceren. Maar de bedoeling is dus om de boel bij elkaar te schrijven. Ja? Goeie. Want daar hebben we nou echt heel direct mee te maken. Want, wij doen nooit een opdracht met onze publicaties. Wij doen altijd gewoon een persbericht. En onze voorzitter geeft een aantal interviews dan. Dus, ik wil jou hartstikke bedanken voor jouw bijdrage aan deze Dag van de Maritieme Docent. Ja. Ik wil graag een applaus. Volgens mij gaat Marjan jullie nu vertellen hoe de rest van de dag eruit ziet. Nou, de rest van de dag is workshop ronde 1, die is meteen om 11 uur start. Voor iedereen die zich nog niet heeft ingeschreven voor een ronde, beneden bij de ingang staan de borden voor ronde 1 en ronde 2. Als je nog niet hebt ingeschreven, doe dat nog alsnog. En anders dan wens ik u heel veel plezier zometeen bij de eerste workshop. Waarom varen jullie samen? Nederland heeft 10.000 kilometer recreatieve vaart, dat is heel veel. We zijn een uniek land ermee en dat is ook onze toeristische trekpleister eigenlijk. We hebben 1 miljoen watersporters en dat zijn ongeveer 300.000 recreatievaartuigen van allerlei nationaliteiten. Die allemaal denken dat we moeten hier in Nederland gevaren hebben. En daar ontmoeten ze de beroepsvaart. En dat zijn er 11.000, waarvan de 7.000 van Nederland. Het verhaal van Marjolein van Asselt, ik denk dat dat een goede interactie ook met jullie als docenten en instructeurs kon rekenen. Dat was ook een leuk stuk. Ik mag plaatsen voor deze beurt. Nou, Andries, lopen. Lopen. Kom op, Andries. Hup, naar voren. Noteer die op wat in uw agenda. 16 november 2018, de derde dag van de Maritieme Docent. Veel plezier nog bij de volgende.